De zaal is leeg. We zaten met zo'n 20 man in Concordia. Wat vond u van de documentaire? Ja, ik vond het een prachtig inkijkje in het politiek proces. Hoe werkt zo'n campagne nou? Natuurlijk, je ziet natuurlijk alleen maar de buitenkant tijdens zo'n campagne. Maar hier zie je ook echt van wat eraan toe gaat, hoe het eraan toe gaat, hoe iemand zich voelt. Ja, een mooi inkijkje. Is het meer een portret of is het echt een documentaire of een film? Nou, ik vind het wel een documentaire. Ook omdat het wat mij betreft altijd ook net goed een andere politicus kunnen zijn. En ik snap natuurlijk dat ze voor Jesse Klaver hebben gekozen. Niet alleen omdat ik zelf een GroenLinks lid ben. Maar ook omdat hij natuurlijk een uitzonderlijke campagne heeft gevoerd. Maar wat mij betreft is het wel echt een documentaire. Ja, ik vond hem wel goed, wel interessant. Maar je hebt inderdaad, je houdt wel wat vragen van, goh, wat mis je nou toch nog steeds? Je weet niet helemaal of ze echt alles laten zien. Maar ik gaf wel een indruk van hoe Jesse bezig is. En dat spreekt me erg aan. Wat is uw eigen politieke achtergrond? Ja, ik zweef zo'n beetje. Ik ben lid van de PvdA. Ik heb in twijfel gestaan of ik op Jesse zou stemmen of op de PvdA. Maar ik vond het zo zielig voor je Asscher. Ik heb toch PvdA gestemd. Nou, ik vind het raar dat het niet op tv komt. Er is niks schokkends aan. En het is, ja, in die zin, ze hadden er misschien wat meer uitleg bij moeten geven van weet met welke instelling je kijkt. Uiteraard is het iets meer van binnen, uit de partij, dan dat je het objectief moet gaan zien. Ik heb daar behoorlijk kritisch naar gekeken wel. En ik vond het op zich een integer verhaal. Wij kennen hem van de voorkant, bijvoorbeeld van de meetups en zo. En het is echt heel interessant om te zien hoe het daar achter de schermen ook bij het voorbereiden van de campagne en tijdens de campagnemomenten aan toe gaat. Is het een documentaire of is het een portret? Je zou kunnen zeggen dat het meer een portret is van hem. Ja. Maar had hij het uitgezonden kunnen worden op de landelijke televisie? Wat mij betreft wel. Ik zie niet in waarom al die commotie eromheen gemaakt is. Mark Drent, filmprogrammeur van Theater Concordia in Enschede. We hebben net de documentaire Jesse gezien. Wat vond je er zelf van? Want je had hem natuurlijk nog niet gezien. Nee, klopt. Ik vond het zelf ook wel spannend. We hebben dus iets vertoond wat ik nog nooit gezien had. Wat ik niet van tevoren gezien heb. Maar ik vond het mooi. Ik vond het een mooi portret. Je ziet dingen. Je komt op plekken en je ziet dingen die je normaal gesproken niet ziet. Dus ik vond het een mooie film. Ja, zeker. Ik vind het echt een documentaire. Het is ook wel achter de schermen kijken, maar ik vind dit wel de echte Jesse, wat bij mij wel een beetje objectief bekeken nou. Het is interessant, op zijn minst, dat het ook gemaakt is door iemand uit zijn eigen team. Dat roept wel meteen ook wel de vraag op, wat zien we niet? En welke keuzes zijn daar precies gemaakt? Dat weten we niet. En dat vind ik een interessant randje. En ik snap heel goed dat een omroep dat zelf ook lastig vindt. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ik vind het typisch dat een omroep daar aanvankelijk zegt, dit vinden we goed, en dat later terugtrekt. Dat snap ik dan weer niet. Maar ik snap wel dat dat een ingewikkeld dilemma is. En dat is natuurlijk ook wat wij gaan uitdiepen aanstaande zondag in een debat.